offertes gaan eigenlijk door? Hoeveel offertes maakt u eigenlijk die niet doorgaan? Terwijl u bij een goede afstemming dit had kunnen weten en dat u veel tijd kunnen besparen. Een goede offerte bestaat uit een aantal stappen. En een van de veelgemaakte fouten is dat een offerte wordt gemaakt vanuit de ik-vorm. Ik stuur u een offerte toe. Nee, helaas, dat kan anders. Het gaat om de klant. Dus de klant die staat centraal. Dus vanaf nu ga in uw offertes elke keer als u ik of wij zegt, gaat het veranderen in u. Voor u heb ik deze offerte gemaakt. Dat maakt al een klein verschil in de wijze waarop u de klant gaat bejegenen. Wilt u meer weten over offertes schrijven? Dat kan. Weet ons te vinden.